Goedenavond. Welkom bij een nieuwe aflevering van Focus. Het programma waar het accent gelegd wordt op de activiteiten die voor u van belang zijn. Vandaag in Focus. President Santokhi met delegatie vertrokken naar de Bahama's. President Cup SKD 2024 succesvol afgesloten. Studenten bespreken grensdisputen tijdens Summen 2024. En Nationaal Jeugdinstituut renoveert speeltuin OS Rijsdijk. In Nassau, de hoofdstad van de Bahama's, wordt van 12 tot en met 14 juni 2024 de 31ste African Bank Annual Meetings en de derde editie van het Afri-Caribbean Trade and Investment Forum gehouden. President Chandrika Prasad Santokhi is op de ochtend van maandag 10 juni samen met een delegatie vertrokken naar het gastland om deel te nemen aan deze vergaderingen. Het staatshoofd zal ook bilaterale gesprekken voeren met diverse staatshoofden, hoge functionarissen en de president en voorzitter van de Raad van Bestuur van African Bank, professor Benedict Orama. Met het thema Owning Our Destiny, Economic Prosperity on the Platform of Global Africa, zullen de leiders van beide continenten de belangrijke routes voor economische welvaart tussen Afrika en het Caribisch gebied bespreken en uitzetten. Het Active Forum heeft als doel de discussies en initiatieven die eerder zijn gestart verder te verheffen en uit te breiden. Suriname heeft 2 jaar geleden op Barbados bij de eerste vergadering van de Afrexim Bank de samenwerkingsovereenkomst mede ondertekend. Het is nu ter ratificatie voorgelegd aan het parlement. Minister Albert Ramdien van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking, die met de president meereist, zegt dat het doel van de AAM en Active op de Bahama's is om de samenwerking tussen het Caribisch gebied en Afrika, met name met de Afrexim Bank, te verstevigen en te intensiveren. De bank heeft meer dan $1 miljard beschikbaar gesteld voor verschillende regio's. Met de prijsuitreiking door president Santokhi werd het damtoernooi President Cup SKD 2024 officieel afgesloten. Tijdens de ceremonie die plaatsvond op zondag 9 juni in het Denksportcentrum op het complex van de Anton de Kom Universiteit reikte het staatshoofd trofeeën uit aan de winnaars. Kampioen Guno Burleson, semi-kampioen Gerson Bent en derde plaatswinnaar Stanley Moutour werden beloond voor hun uitstekende prestaties. Het derde congres van de Suriname Second Model United Nations, Summen 2024, is op 8 juni geopend door de secretaris-generaal van Summen, Seran Naarden.
Het event is tot stand gekomen op het initiatief van de Rotary Club Suriname in samenwerking met de Anton de Kom Universiteit van Suriname en is gehouden in de vergaderzaal van het nieuwe gebouw van de Nationale Assemblée. Het doel is om studenten tussen 18 en 22 jaar op een spannende wijze kennis te laten maken met de werkwijze van de Verenigde Naties. Het onderwerp van het congres is Border Dispute of grensgeschillen tussen diverse landen. Het initiatief krijgt ondersteuning van het United Nations Development Program. Nou, om uit te leggen wat SUMIN precies inhoudt. SUMIN staat voor Suriname Model United Nations. En dat is dus een simulatie van hoe de werkelijke vergaderingen van de council meetings binnen de United Nations aan toe gaan. En dus van het jaar 2024 gaan dus de studenten die hieraan participeren dat nabootsen. En we hebben dus de Security Council en de General Assembly. Het onderwerp van het jaar is border disputes en elke council zal dus een specifiek border dispute behandelen waarbij dus de studenten de standpunten van het land waar zij zijn aangewezen zullen presenteren en dat dus aan het einde van hun council meeting ze tot een resolutie zullen komen om hun border dispute dat wordt besproken binnen hun council op te kunnen lossen. Binnen de Security Council is het border dispute tussen India en China. En in de General Assembly is het border dispute tussen Libanon en Israël. Van het jaar is het plusminus 48 studenten. En die studenten vertegenwoordigen dus het land dat ze zijn aangewezen. Mijn verwachtingen voor SUMIN 2024 is dat het heel geweldig wordt. Dat de studenten heel veel meenemen dat ze hebben geleerd in de hele periode. En na vandaag ook. En dat het natuurlijk niet hierbij blijft. En dat ze natuurlijk doorgaan met de skills dat ze allemaal hebben ontwikkeld in deze periode. En dat ze een bijdrage leveren aan Suriname. Helemaal. Na een oriëntatiebezoek heeft het Nationaal Jeugdinstituut NJI de speeltuin van OS Rijsdijk gerenoveerd. Dit ter bevordering van de mentale gezondheid van de leerlingen en om hen te motiveren. De speeltuin bevond zich in onbegaanbare staat en was kindonvriendelijk. Na overleg met de onderdirecteur van het NJI, Hakim Lal Mohamed, is besloten gebruik te maken van een fonds voor de renovatie van de speeltuin om weer een kindvriendelijke omgeving voor de leerlingen te creëren. Vandaag zijn we hier bij OS Rijsdijk en er heeft een opening van een gerenoveerde speeltuin plaatsgevonden. Op verzoek van meneer Holwijn hier op Para ben ik voor oriëntatie geweest namens het kabinet van de president. En de speeltuin zag er niet uit. Het was helemaal niet begaanbaar voor de kinderen van OS Rijsdijk. En onkruid was super hoog rondom de school, rondom de speeltuin. En dankzij financiering ook van het Nationaal Jeugdinstituut hebben we de speeltuin van OS Rijsdijk kunnen renoveren. Zodat de kinderen van OS Rijsdijk gebruik kunnen maken van de speeltuin. Zodat de kinderen op de juiste pad gehouden worden. Laat de kinderen kinderen zijn, laten ze genieten van hun kind zijn. En ja. We hebben de speeltuin van OS Rijsdijk kunnen renoveren. De renovatie is zelfs gedaan door meneer Holwijn en zijn team. Dus door inspanning van de buurt zelf heeft de renovatie plaatsgevonden. Alleen de financiering heeft dan plaatsgevonden vanuit het Nationaal Jeugdinstituut. U ziet het ook dat de leerlingen, de studenten van OS Rijsdijk heel erg ingenomen zijn met de opening van deze speeltuin. Ik zie allemaal blije gezichten. De kinderen zijn nu al aan het spelen en de regering is bezig. De regering is bezig met een landelijk project waarbij 144 scholen, ook scholen in het binnenland, gerenoveerd worden.
waar er nodig is dat er wordt ingekomen met schoolmeubilair. Het heeft wat tijd geduurd. We kennen de situatie waarin wij waren 4 jaren terug en dat de financiële situatie niet zo gunstig was voor Suriname, voor de bevolking van Suriname. En dankzij inspanning van elke Surinamer en de regering zijn we nu gekomen op het punt van stabilisatie, waarbij er ruimte is om scholen te renoveren. 144 scholen worden landelijk op dit moment gerenoveerd door het ministerie van Onderwijs. Voor de kinderen hoef ik niet te praten. U ziet het al op de achtergrond hoe blij ze zijn. Ze genieten ervan. En als schoolleider ben ik heel blij dat dit tot stand is gekomen. Omdat het een plekje is waar het niet zo goed was. Het was aan renovatie toe. En dankzij meneer Holwijn is het zo ver gekomen dat men dit tot stand heeft gebracht. Dus zo, ik ben heel blij dat de kinderen genieten en wij zullen ook af en toe ook mee genieten samen met hun. Dames en heren, dit was Focus. Bedankt voor uw aandacht. Goedenavond.